fiets niet een beetje groot, jongens? Nee. Nee? Voor mij wel. Voor jou wel, hè? Je kan niet eens bij de toppers, joh. Vaker met de fiets naar werk. Dat klinkt als een fantastisch voornemen voor het nieuwe jaar. En dat is precies de reden waarom gemeente Alkmaar 2020 heeft uitgeroepen tot jaar van de fiets. Vandaag is de feestelijke start van een gezond en sportief nieuwjaar. En het ziet er al super gezellig uit, dus ik ga gauw kijken. Ja, 2020 is uitgeroepen tot jaar van de fiets. Wat houdt dat precies in? We willen de mensen op de fiets hebben en uit de auto vandaan. Dus we willen een jaar van de fiets. Dus we gaan allerlei evenementen doen. Ja. Bijvoorbeeld met ondernemers, kijk naar om je heen hier. Hè? Ja. Maar ook gewoon ouderen proberen veilig te laten fietsen. Fietsveiligheid verbeteren is dat. En naast gewoon dat we onderwijs gaan geven over de fiets. Naast gewoon dat we allerlei fietspaden en kruispunten voor de fiets gaan verbeteren. De routes van Heerlijkerwaard naar Uitgeest, om ook gewoon werkverkeer te verbeteren. Kijk, daarvoor. Ja. Dus aan al dat soort dingen wordt gedacht en wordt ook aangewerkt. Het is niet alleen maar feest, er wordt hier ook heel hard gewerkt. Ja, zeker weten. Meneer de fietsmaker, wat gebeurt er precies? Nou, we hebben bij deze fiets hebben we de versnellingen gerepareerd, we hebben de banden gerepareerd en de verlichting. Nou. En deze mevrouw kan straks weer met meerdere versnellingen naar huis fietsen. Is dit evenement nou juist hier georganiseerd? Voor bedrijven ook heel erg belangrijk dat werknemers op fiets komen. Het is heel gezond. Ja. Je fietst rustig, minder stress. Je kan even ontspannen nadat je een dag hard gewerkt hebt. Ja. Dus het is allemaal positief. Ga jij met de fiets naar je werk? Ja, dat zou ik heel graag willen. Maar ik woon ongeveer toch zo'n 30, 40 kilometer van Alkmaar vandaan. Oh, ja, dat is een beetje ver. Ik woon in Bakken. Ja. En ik fiets naar Alkmaar. Dus ik denk een kilometer of 14. Ja, ik kom graag op de fiets naar mijn werk. Ja. Dat vind ik gewoon goed om te doen. Ik werk niet meer, maar ik doe alles met de fiets. Dus alles op de fiets. Ik heb geen auto, dus dan doe je alles op de fiets. Gaat u zelf ook op de fiets naar uw werk? Jazeker. Ik ga zelf op de fiets, maar ik moet wel eerlijk zijn. Als het slecht weer is. U bent een mooi weerfietser. Nou, ik ga zelf natuurlijk ook even proberen een recordje neer te zetten. Dus ik geef de camera heel even uit handen. Dat was zeker een feestelijk begin van het jaar van de fiets. Ben je benieuwd wat je dit jaar allemaal kunt verwachten? Volg dan de gemeente Alkmaar op Facebook of hou de website in de gaten.